Al heel de dag reizen we met verslaggever Gerard van Ommen mee langs allerlei stembureaus in Flevoland. Eerder op de dag was hij al in een kerk, een huis, een museum, een drive-thru en een tent. Ja, allerlei plekken kwamen voorbij. Gerard, ja, je staat nu op een plek waar de mensen in ieder geval in de rij staan om het stembureau in te kunnen komen. Waar ben je? Ja, ik ben in Nobelhorst. Ja, nog zo'n groeiend deel van Almere. Eigenlijk nog niet zo heel groot. Ja, en als je achter mij staan mensen gewoon echt vol in de rij om hier te kunnen stemmen. En dat betekent ook, want we staan bij de buurtschuur. Het is ook niet zo'n groot gebouwtje hier in Nobelhorst. Nog van hout. Zeg maar een oud gebouwtje. Daar kunnen we niet bij, want ja, die ruimte is niet zo groot. Dus wij lopen achterom, zeg ik maar even. Ik moest even bedenken hoe ik dat ging zeggen. Want ja, we willen toch wel even met mensen praten, als dat lukt. Dat gaat goed. Ja, hier moeten we dan zijn. En dan moet ik nu naar binnen. Of, ja, nee. Dus komt naar buiten. Irma was het, hè? Ja, Irma, ja. Klopt. Ja, je bent, we lopen iets bij de uitgang weg. Ja, dan hebben mensen de ruimte op. Ja. Ik val van mijn stoel. Zoveel mensen heb ik nog niet eerder gezien vandaag. Zijn jullie al bij andere stembureaus geweest? Ja. Maar goed, het is ook een tijdstip, maar... Ja, maar het loopt de hele dag al zo, hè. We hebben nu al meer dan, dan 1000, hoe heet die ding, stembiljetten. En dat is nog open tot 9 uur, dus dat loopt nog wel even door, ben ik bang. En Nobelhorst is helemaal niet zo groot. Nee, er zijn ook mensen uit andere districten die langskomen. Oh, okay. Maar er zitten hier 1100 kiesgerechtigd, hoor, in Nobelhorst. Dus dat is wel... Het is Nobelhorst, hè, trouwens. Oh, neem me niet, pardon. Ja, dat is ook zo. Ja. Ondertussen zijn we dan in Almere. In Almere is er een beetje bedacht om niet 4 mensen in het stemlokaal te hebben, maar 6 heb ik begrepen. Ja, dus is een gastheer en gastvrouw. Ja. Of alle, of van allebei één. Ja, dat zijn die vangen de mensen op en die zeggen van je moet je handen schoonmaken, mondkapje opdoen. Dus dat is om te zorgen dat er aan het begin goed aan de hygiëne wordt gedacht, vanwege corona natuurlijk. Ja. En dan kan het daarna gewoon doorlopen. En kunt u nu vertellen of dat ook gewerkt heeft? Ging dat vanzelf of was het toch lastig? Nee hoor, nee. Nee, ik geloof dat er vanmorgen 1 iemand was die het vervelend vond dat ze alsnog de handen moest reinigen terwijl ze het net gedaan had. Maar verder, ik denk dat mensen ook wel blij zijn dat het er staat. Dat ze die mogelijkheid gewoon hebben en dat het geregeld wordt voor ze. Althans, dus... ik vind dat wel prettig. Ja. Dus eigenlijk was het gewoon heel aangenaam dat er 2 mensen waren die je welkom heten. Ja, ja, precies. Ja, dat scheelt ons natuurlijk ook. Want anders moet ik als voorzitter alles in de gaten houden. En ik moet natuurlijk ook nog de ID's controleren. En ik moet kijken of de mensen nog op lijken. Dat is ook wel lastig met een mondkapje op. Is dit de eerste keer dat u dit doet? Of, nee hoor, nee. Kunt u aangeven of er een verschil zit in voorgaande verkiezingen? Nee, het scheelt dat we de gastheer en de gastvrouw hebben vanwege al die maatregelen die ze moeten nemen. Maar het vorige stembureau waar ik zat waren er ook 1100 kiesgerechtigden. Dus. Ja. Qua drukte merk ik geen verschil. Ja. Nou, maar het kan zijn dat de opkomst nu al hoger is. Ja, heb je zelf al om het hoekje gekeken? Nee. Ik ben vanmiddag binnengekomen, toen stond er natuurlijk ook al een rij. Ja. Dus, maar ik, het is misschien wel leuk om even te kijken. Zo. Nou, zullen we dan nog even weer naar teruglopen dan? Ja? Als je met me meeloopt, zo. We moeten even om onze grote vriend Jeroen heen met zijn camera en zijn verbindingen. Zo, dat is wel druk, ja. Ja. Nou, we hebben toch een blik op de democratie. Nou, precies. En ja. Het feest wat daarbij hoort. Ja. In alle rust wel. Allerlei Nobelhorst. Nou, dat is een goede opkomst. Ja. Goed gedaan, mensen. Nou. Ja. Ja, het is zeker... Dat moet goed komen dan ook. Ja, precies. We gaan rustig tellen vanavond en dat komt allemaal goed. Okay. Nou, dank u wel. Ja, graag. Dat wordt wel een latertje dan. Ja. Later dan dat u gewend bent. Ja, misschien wel. Maar we hebben wel een teller extra, dus dat scheelt ook. Okay. Want ik hoorde al van zoveel mensen, dus ik had al gevraagd van nou, geef me iemand extra. Dan komen we er wel uit. En waar verloopt u nou het meeste naar als alles klaar is? Nou, dan moet ik nog naar het stadhuis. Dan moet ik alles inleveren. Daar wordt alles nog gecheckt. Een dubbeltje gecheckt. En dan ga ik naar huis. En ik denk dat ik aan het eind van de rit daar nog het meest blij mee ben. Gewoon thuis. Gewoon lekker naar huis gaan. Ja. Niet met je voet in een warm bad of zo. Of, nou, misschien wel, want het is heel koud binnen. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, een aangenaam verpozen dan als het zover is. Ja, dankjewel. Okay. Gaat lukken. Ook bedankt. Oké, okay. Nou, succes verder. Merci. Oké. Okay. Gerard. Ja. Ja, Gerard, heb je zelf eigenlijk al gestemd?
Nee, nee, ik moest vanochtend heel vroeg op Urk zijn, dus ik kon nog niet stemmen. Dus ik ga dat straks doen, maar ik ga dat wat later doen. Ik hou altijd een beetje van ruimte om me heen dat ik ga stemmen. Heel goed. Nou, succes strakjes. En alle rust. Dankjewel voor de hele dag. Alle informatie vanuit al die stemhokjes. Vanavond kun je het allemaal nog ons in de gaten blijven houden. Krijgen we exit polls of hoe dat ook allemaal mag heten. Dat kun je allemaal volgen op onze live blog die we bijhouden. Vind je op onze website omroepflevoland.nl. En dat staat helemaal bovenaan, dus je kan het niet missen.